Mijn naam is Saskia de Jonge. Ik ben coördinator service en trainingen in het programma Samen Dementievriendelijk. Ik werk zo'n 11 jaar bij Alzheimer Nederland. Ik ben begonnen als regiocoördinator in de regio Midden. Was daar ook betrokken bij de verschillende afdelingen. En toen Samen Dementievriendelijk kwam in 2016 heb ik de overstap gemaakt naar dit programma. Het heeft ook mijn hart om daarmee bezig te zijn. En als ik luister naar de vorige sprekers, dan zie ik dat we ook heel veel overeenkomsten hebben. Ik hoor daar ook een hart voor mensen met dementie. In de vorige presentatie stond, mensen met dementie horen erbij. Dat is wat we onze jongeren bijvoorbeeld willen leren. En ik zie ook de passie waarmee mensen bijvoorbeeld het Alzheimercafé organiseren. Ook daar, mensen met dementie horen erbij. We willen van ze horen en we houden van ze. Dat is het. Ik ben niet alleen coördinator service en trainingen. Ik ben ook lid van een familie. Ik ben ook een buurvrouw. Ik doe mijn boodschappen in een wijkbuurtcentrum. En om dat centrum heen staan allemaal flats waar senioren wonen. Ik ben actief in onze kerk. Daar doe ik veel op het gebied van het pastoraat. Wij hebben een actieve buurtvereniging. Waarom zeg ik dit allemaal? Nou, eigenlijk omdat ik op al die plekken iets kan betekenen voor mensen met dementie. En ik vond het heel mooi dat een van de vorige vraagstellers zei, wat doen jullie nog meer? Tegen de vorige spreekster, wat doen jullie nog meer op het gebied van dementievriendelijk? En daarom is het denk ik ook goed om te zeggen, ook wij bieden trainingen aan vanuit Samen Dementievriendelijk, maar hoe mooi is het dat er meerdere partijen zijn die zich daarmee bezighouden. Want zo, door samen te werken, wordt de samenleving ook een stukje beter voor mensen met dementie en hun naasten. Nou, daar wil ik vandaag iets over vertellen, want Samen Dementievriendelijk, ik gaf het al aan, ontstond in 2016 met subsidie van het ministerie van VWS. En we hadden een aantal doelstellingen. We wilden een groot aantal mensen bereiken die zich wilden inzetten voor een dementievriendelijke samenleving. Je ziet bijvoorbeeld op onze site ook een teller met hoeveel mensen zich al hebben aangemeld. En we wilden ook de kennis vergroten en mensen leren hoe je kunt omgaan met dementie, met mensen met dementie. Dus dat is wat we doen. En na 5 jaar hebben we een nieuwe subsidie gekregen. Dus we gaan door, weer voor 5 jaar. Samen Dementievriendelijk is daarmee ook een initiatief van Alzheimer Nederland en het ministerie van VWS samen. We gaan samen verder en we hebben weer een aantal doelstellingen gedaan. Wij sluiten aan bij de Nationale Dementiestrategie. Daar heeft u vast van gehoord als u actief bent in het werk met dementie. Dat is natuurlijk eentje die door de overheid is gemaakt, die Nationale Dementiestrategie. En wij zijn daarin een van de bouwstenen waarin we willen werken aan een dementievriendelijke samenleving. Ja, en wat betekent dat dan? Ja, dat we graag willen dat de samenleving is voorbereid op de groei van het aantal mensen met dementie. Op dit moment zijn er zo'n 290.000 mensen met dementie in Nederland. Maar dat groeit in 2040 naar meer dan 500.000. En het helpt als wij dan iets weten van dementie, dat we het herkennen en dat we ook met mensen kunnen omgaan. Op die manier kunnen we er ook voor zorgen dat ze mee kunnen blijven doen. En dat mensen met dementie en mantelzorgers zich ook gesteund weten door de samenleving. Dat is een beetje wat wij willen doen. Ja, en waar kun je dan mee terecht bij ons? Misschien kun je naar de volgende dia. Ik vind het luxe dat ik dat kan roepen ook. Zo, ja. Waarvoor kun je bij ons terecht? Nou, we hebben verschillende trainingen in het omgaan met dementie. We hebben een mooi platform, samendementievriendelijk.nl. Daar staan ook allerlei tips op. Bijvoorbeeld tips, hoe maak ik mijn gemeente dementievriendelijk? Hoe maak ik mijn vereniging dementievriendelijk? Wat kan ik persoonlijk doen voor iemand met dementie of naasten? Er staan ervaringsverhalen op en je vindt er bijvoorbeeld onze online trainingen. Dus dat soort dingen, allemaal op het platform. En wat je hier niet ziet, dat is die teller. En dan zie je dat inmiddels in al die jaren dat we nu actief zijn, ruim 460.000 mensen zich hebben aangemeld met het idee, ik wil dementievriendelijk worden. En een deel daarvan ontvangt bijvoorbeeld onze nieuwsbrief. Dat is natuurlijk maar een deel, want u doet met elkaar ook heel veel. Hè, en brengt ook mensen in beweging om dementievriendelijk te worden. Dus dit is eigenlijk alleen maar het deeltje wat wij bereikt hebben al die jaren. Dan graag de volgende dia. En dat gaat over campagnes. Oh, het filmpje begint gelijk, dus ik laat u even kijken. Ik
Meneer? Ik moet naar, naar huis. En ik weet het even. Ik weet het even niet. Nee, mevrouw. Dus, kunt u het bij de bakker vragen. Meneer, kan ik u helpen? Nou, ik zou zeggen, ga naar binnen. De winkels zullen het ongetwijfeld weten. Want ik vond dat u zo, net zo in de war was, dat ik een beetje bezorgd ben of u wel veilig thuis komt. Ik denk dat u het handigste naar de politie kunt gaan. Ik zou u graag willen helpen, want ik heb het niet zo goed gevoel. Ik denk hoor. Ik wist niet op dat moment hoe ik eigenlijk zou moeten handelen en wat ik zou moeten doen. En hoe ik die man best zou kunnen helpen om in de goede richting te sturen. Nee, als je het weet, ja, dan ben je sneller geneigd om in te grijpen, ja. Nou, een van de dingen die we doen is dus van die reclamefilmpjes, spotjes maken. Heeft iemand van u deze wel eens eerder gezien? Ja, ik zie mensen knikken. Moet goed kijken zo een beetje, want u zit een beetje in het donker voor mij. Maar dit spotje is bijvoorbeeld op de televisie geweest. Op dit moment hebben wij ook spotjes op de televisie. En dat heeft er natuurlijk alles mee te maken dat we mensen bewust willen maken. Bewust van het feit dat het aantal mensen met dementie groeit en dat zij iets kunnen betekenen voor mensen met dementie en hun naasten. Zelf gebruik ik dit filmpje ook heel graag in onze trainingen. Daar vertel ik straks wat meer over. Maar ik laat dan dit filmpje zien en dan vraag ik bijvoorbeeld aan de deelnemers. Zouden deze situaties ook in uw woonplaats kunnen voorkomen? Zullen we eens hier kijken? Als we nou eens kijken naar uw woonplaats, ondanks dat het feit dat u misschien wel dementievriendelijk bent. Zouden deze situaties op straat ook hier bijvoorbeeld in deze plaats kunnen voorkomen? Wie denkt van wel? Ja, ik zie eigenlijk heel veel handen. Ja. Nou ja, ik woon in Harderwijk, een stukje hier vandaan. Maar daar gebeurt het ook hoor. Ja, daar kom je dit soort situaties ook tegen. En je ziet dat mensen echt wel bereid zijn om te helpen. En je hoort het ook in de reacties van de mensen. Van, ik zou best wel willen helpen, maar ik weet niet hoe. En sommige mensen raken geïrriteerd. Er zijn altijd veel mensen in de training die reageren op die manier die zo doet in die auto. Die irritatie. Dan zeggen ze, moet dat nou? Maar stiekem betrap je jezelf er misschien ook wel eens op. Dat je dat denkt op straat als er iets gebeurt wat je eigenlijk niet zo goed uitkomt. Omdat je haast hebt. Dus meer begrip maakt dat mensen met dementie ook langer mee kunnen blijven doen. Dat willen we uitstralen ook in onze campagnespotjes. Dat doen we overigens niet alleen op televisie. We gebruiken daar ook sociale media voor. Dus je komt regelmatig ook dingen tegen op Twitter. Op LinkedIn hebben we soms dingen. Op Facebook. Instagram en nu.nl ook vaak. En soms werken we ook samen met bepaalde bladen. Zo hebben we een tijdje geleden met de Magriet samengewerkt. Dat was een hele mooie item in de Magriet. Nou, dan gaan we naar de volgende dia. En dan komen we een beetje op mijn dingetje. En dat zijn de trainingen. Toen wij begonnen in 2016, begonnen we met twee trainingen. En een beetje net als hier, van waar begin je nu? Want je wilt de samenleving dementievriendelijk maken, maar die samenleving is heel groot, heel breed, gebeurt heel veel. Waar begin je nu? En toen hebben wij gedacht, we gaan eerst maar eens met mensen met dementie in gesprek, om te kijken, waar komen zij nu? En op basis daarvan hebben we onze training gemaakt. Dus onze eerste twee trainingen waren de training in de winkel en op het gemeentehuis. En elke training zijn wij begonnen ook met mensen met dementie, maar ook mensen vanuit het veld, uit ons netwerk, die met ons meedenken. Dat noemen wij de zogenaamde vriendengroep. Daar zitten mensen in die mantelzorgers zijn, mensen met dementie. Er zitten ook case managers in, allerlei soorten mensen die hierover mee kunnen denken. En we hebben natuurlijk ook gepraat met bedrijven, want we wilden bedrijven ook graag dementievriendelijk maken. Maar het meest indrukwekkend vond ik het gesprek met een van de mensen met dementie. Die zei tegen mij, nou Saskia, als ik nou in een winkel kom, ik ben heel open, net als de mevrouw in het eerste filmpje, ik ben heel open over dementie, mensen weten dat, ik zeg het ook gewoon in de winkel. En dan zie ik eigenlijk twee reacties. Ik zie mensen die wegduiken, omdat ze niet zo goed weten wat ze met me moeten doen. En ik zie mensen die zeggen, geef mij je boodschappenlijstje maar, dan ga ik het wel even voor je halen. Hij zegt dan, dat zijn nou net twee reacties, ja, die ik niet wil. Ik wil het zo lang mogelijk zelf doen.
Ik zou heel graag willen dat iemand mij een stukje op weg helpt, zodat ik gewoon, als ik het weer weet, de draad kan oppakken. Nou, dat is een beetje de basis geweest voor die eerste training in de winkel. En die hebben we online. We hebben inmiddels 14 online trainingen. Het zijn hele korte trainingen van ongeveer een kwartiertje. Die doe je zelf. Die zijn ook gratis. Het enige is, je meldt je aan, zodat je ook meetelt met die groep mensen die dementievriendelijk wil worden. En dan kun je jezelf oefenen in het herkennen van dementie en ook in het zoeken naar een oplossing van een bepaalde situatie. Als je bijvoorbeeld onze training in de winkel doet, dan kom je daar tegen. Hoe ga je om met iemand die vergeet te betalen? Om maar eens wat te noemen. Hoe ga je om, dat is ook een van de situaties die we bijvoorbeeld in onze training op locatie tegenkwamen. Hoe ga je nou om met iemand die in de winkel koekjes uit een schap pakt en die lekker op gaat zitten eten? En jij bent daar de vakkenvuller. Hoe reageer je daarop? Nou, dat soort type situaties komt voor in onze trainingen. Dat betekent tegelijkertijd dat onze trainingen, wij hebben een doelgroep gekozen. En de doelgroep is dat wij vooral trainingen geven aan mensen die niet zoveel weten van dementie. Ze hebben het niet in een opleiding gehad. Ze hebben misschien zelfs geen naasten met dementie. Maar ze krijgen er wel mee te maken in hun werk. Want ze zijn taxichauffeur en er stapt iemand in. Een klant met dementie. Of ze werken bij een kapper. Of ze werken als cashier in een winkel, in de horeca. Nou, zo hebben we 12 verschillende branchetrainingen die wat specifieker ingaan op een bepaalde beroepsgroep. Eén daarvan is bijvoorbeeld ook aan de telefoon. He, want je hebt natuurlijk ook beroepen dat je mensen belt. Ja, dan is het iets ingewikkelder nog misschien om contact te maken, want dan kan je iemand niet zien fysiek. Kan niet zien hoe die reageert. Dus dat zijn die 12 beroepsgroepen. En daarnaast hebben we 2 meer basistrainingen die eigenlijk geschikt zijn voor iedereen om te doen. He, om eens te kijken, hoe doe je dat nou? Hoe ga je goed om met mensen met dementie? Gaan we naar nog 2 moet ik er toevoegen. Dat zijn de live online trainingen en de trainingen op locatie. Wij geven ook sinds oktober 2016 trainingen op locatie. En die trainingen, die ga ik zo meteen nog wat nader toelichten. Maar die moesten natuurlijk een tijdje stilgelegd worden vanwege corona. We hebben heel veel trainingen moeten afzeggen en dat vonden we natuurlijk super jammer. En de corona die duurde en er moesten steeds meer mensen worden afgezegd. Dus toen dachten wij van ja, misschien moeten we er toch aan dat we een online variant maken. Daar waren we een beetje terughoudend in, want we dachten, kun je dan wel goed de trainingsmethode overbrengen? Dat hebben we getest en uiteindelijk besloten dat het toch kwalitatief goed was om daarmee aan de slag te gaan. Dus dat betekent dat we naast een training op locatie ook groepstrainingen online hebben. Goed, mag ik de volgende dia? Ja, dan wil ik nog iets zeggen over onze trainers. Onze trainers, wij willen graag werken met een pool van ongeveer 200 trainers. En die hebben we bijna. Nou ja, bijna. We zijn er een aantal zijn gestopt in de coronaperiode. Want ja, die hadden allerlei redenen om andere dingen te gaan doen. Dus nu ben ik ook flink aan het werven en aan het kijken van kunnen we die groep uitbreiden zodat we tot die 200 trainers komen. Want die 200 trainers die zijn nodig om het aantal trainingen dat wij per jaar verzorgen te kunnen laten doorgaan. En trainingen worden bij ons in principe verzorgd door 2 personen, 2 trainers. En ik zal zo meteen uitleggen waarom. Als je trainer wilt worden, dan vragen we je een korte motivatie op te sturen naar ons en aan te geven waarom je trainer wilt worden. En we vragen je een 2-daagse trainde trainer te doorlopen. En dat doen we heel bewust. Ook als je heel veel kennis hebt over dementie. Er zijn wel eens case managers zitten erbij en die zeggen dan, ja, maar ik weet er toch al heel veel van. Of er zijn mensen die zeggen van, ja, maar ik werkte altijd in een verpleeghuis. Ik heb toch heel veel kennis van dementie. Dat klopt, dat ontkennen wij ook zeker niet. Maar het gaat erom dat je samen start en samen de basis meekrijgt, zodat je eenzelfde vertrekpunt hebt voor de trainingen. En daarbij kun je ook veel van elkaar leren. We hebben trainers die zijn heel erg thuis in het verzorgen van trainingen, dat is bijvoorbeeld hun vak. En andere mensen weten heel veel van dementie. Nou, als die 2 elkaar versterken, ja, dan is dat heel erg mooi. Het zijn allemaal vrijwilligers die dit doen. De trainers zijn vrijwilligers en we vragen mensen om gemiddeld 10 trainingen per jaar te verzorgen. Het liefst een beetje in hun eigen omgeving. Dat vinden we belangrijk omdat, jullie zullen ook merken dat de couleur lokaal is heel belangrijk.
Maar het is ook belangrijk dat je een beetje weet wat voor hulp er in de buurt te krijgen is. Stel dat mensen een training hebben gevolgd en willen wat meer weten, dan is het ook belangrijk dat je kunt doorverwijzen, bijvoorbeeld naar een regionale afdeling. Dat is ook de reden dat we steeds meer gaan samenwerken met de regionale afdelingen en ook dia's hebben toegevoegd aan onze powerpoints in de trainingen om meer informatie over de afdeling en bijvoorbeeld over de Alzheimercafés te geven. Nou, na die tweedaagse train de trainer, waarin we trainen op hoe ziet het programma Samen Dementie Vriendelijker uit, hoe gebruik je de materialen, dan gaan we ook oefenen met hoe geef je een presentatie. Of hoe speel je een situatie uit? Dat doen we onder leiding van een trainingsacteur. Het zijn altijd hele leuke en intensieve dagen. Ik heb er net weer eentje achter de rug. En daarna bel ik de mensen op. En dan gaan we met elkaar bespreken wat hebben we gezien. Het kan zijn dat we moeten zeggen van nou, misschien is het niet verstandig dat je doorgaat als trainer. En dat kan ermee te maken hebben dat je nog te dicht in het dementieproces zit. Dus dat je op de dag zelf ervaart van, hé, voor iemand die zit nog zo in het proces van een naaste, een moeder, een partner, wat doe je jezelf aan? Dat gesprek gaan we dan aan. Zie het zitten, want je haalt bij jezelf ook heel veel overhoop. Zou je niet bijvoorbeeld nog even wachten? Dat zou kunnen. Er zijn ook mensen die ontdekken, nou, dat uitspelen van situaties, dat is echt niet mijn ding. Kan ik beter niet doen. Word ik niet blij van, worden andere mensen ook niet blij van. En dan is het ook heel mooi dat er regionale afdelingen zijn. Daar zijn ook altijd mensen nodig voor de Alzheimercafés om een voorlichting te geven. Dus dan zeggen we van ja, je wilt heel graag iets betekenen. Misschien is niet de trainer de plek voor jou, maar misschien is er wel een plekje in het Alzheimercafé waar je als gastvrouw of gastheer aan de slag kan. Nou, ongeveer 2-3 mensen per trainde trainer valt af. En de rest gaat meestal door en met veel enthousiasme. En daar zijn we heel blij mee. We hebben zelfs ook nog trainers vanaf het allereerste begin, vanaf 2016. En die hebben dus allerlei ontwikkelingen ook meegemaakt in het programma en die zijn nog net zo enthousiast. Waarom wil ik zoveel tijd besteden tijdens deze presentatie aan de trainers? Nou, vooral omdat wij werken met een vast stramien, daar zal ik straks iets over zeggen. Wij evalueren onze trainingen ook. Dat doen we niet na elke training, maar steekproefgewijs bepaalde periodes per jaar. En daar komt toch uit dat de grootste kracht van onze trainingen zit in het enthousiasme en de kennis van de trainers. En onze trainingen worden gemiddeld gewaardeerd met een ruime 8. En daar zijn we heel erg blij mee. En dat komt deels door het stramien, maar ik denk vooral door het enthousiasme van onze trainers. En daarom wilde ik daar ook extra aandacht voor vragen. Mag ik naar de volgende dia? Ja, wat doen we nou tijdens een training? En ik pak maar even de training op locatie als uitgangspunt. Maar dit zit ook een beetje in al onze training. Natuurlijk willen we iets uitleggen over wat is dementie. Dat doen we heel beknopt, want we zijn een basistraining. We bieden een basistraining voor mensen die niet zoveel weten van dementie. En dan moet je je afvragen, als je nou cashier bent in een winkel, moet iemand dan weten hoeveel vormen van dementie er zijn, welke symptomen daar allemaal bij horen, hoe het eruit ziet in de hersenen. Daarvan hebben we gezegd van nou, misschien moeten we die kennis bazaal aanbieden. Die kennis kun je ook halen bij de regionale afdeling. Die kunnen daar hele mooie voorlichtingsbijeenkomsten over geven. En die kennis kun je ook krijgen bijvoorbeeld op de site van Alzheimer Nederland. Wat iemand die in een winkel werkt of in een taxi zit of wat dan ook vooral wil weten is, hoe herken ik het en hoe ga ik met mensen om? Dus dat is een beetje de basis van onze training, het belangrijkste stuk van onze training. We zeggen natuurlijk wel wat dementie is. En we vertellen ook wat het verschil is met een gewone vergeetachtigheid. Maar we beperken het een beetje tot uitleggen dat een dementie een verzamelnaam is van verschillende ziektes. Meer dan 50 verschillende soorten ziektes. En we lichten er een paar uit als voorbeeld. Maar we blijven een beetje bij het puur noemen. En dan gaan we al vrij snel over naar de symptomen. Nou, de symptomen, dat zijn er best veel. Dat zijn er 10 signalen die we behandelen in de training. En dat kan natuurlijk heel saai zijn als je die allemaal gaat opsommen. Dus we doen dat een beetje aan de hand van een gesprek. En we doen dat ook door filmpjes te laten zien en mensen eruit te laten halen van nou ja, welke signalen heb je nu precies gezien. En wat dan niet behandeld is tijdens wat niet naar voren komt, wat dan nog overblijft van die 10 signalen, dat lichten we dan toe. Na de signalen lichten we onze goedmethode toe. En de goedmethode, daar kom ik zo meteen ook nog wel even op terug. Maar dat is een methode die we hebben ontwikkeld en die we proberen ook toe te passen. En we zeiden eerder wel eens in onze campagnes, met een klein beetje moeite kun je al veel voor mensen met dementie betekenen.
En dat is ook zo. En dat zullen we straks ook zien. En tot slot willen we natuurlijk ook zeggen van ja, je hebt van alles geleerd vandaag. Je weet nu wat meer over dementie. De signalen hebben we behandeld. We hebben geoefend in het goed omgaan met dementie. Maar nu is het natuurlijk ook de bedoeling dat je aan de slag gaat. Dus we willen ook heel graag met mensen in gesprek over wat ga jij nu morgen anders doen. En daarom begon ik in mijn introductie ook met ik ben niet alleen werknemer van Alzheimer Nederland, samen de mensenvriendelijk. Ik ben ook een buurman of een buurvrouw. Ik ben ook iemand die in een winkelcentrum de boodschappen doet waar heel veel ouderen om me heen wonen. Dus ook in mijn privéleven heb ik heel veel plekken waar ik mensen met dementie tegenkom. En allemaal plekken waar ik dus ook de geleerde kennis uit de training kan toepassen. En dat is ook wat we noemen in de training. Kijk niet alleen naar het werk wat je doet, maar kijk ook in de breedte. Kijk ook eromheen. Want je kunt zoveel meer betekenen. En soms is het maar een hele kleine stap die nodig is om mensen mee te laten doen. Mag ik naar de volgende dia? Nou, hier zijn ze, die signalen. Ik denk dat de meeste van u die wel bekend voorkomen. Dus ik ga ze ook niet vandaag bespreken met u allemaal. Maar we hebben wel, dit zijn dus de 10 signalen die Alzheimer Nederland ook geeft, die wij behandelen in onze training. En mensen krijgen ook van ons als een soort samenvatting een kaart mee. En op die kaart staat aan de ene kant deze 10 signalen en aan de andere kant staat een goedmethode toegelicht. Gaan we naar de volgende dia. Kijk eerst maar even naar het filmpje. Met mijn dochter zei ook, we gaan nog een keer samen naar de arts, klinisch onderzoek. Neuropsychologisch. Ja, nou, dan word je op twee tijdsmomenten, krijg je dezelfde vragen, nu en ik weet niet, een half jaar of een jaar later. Twee jaar later krijg je dan die vragen nog eens en dan kun je precies zien wat er anders is. En toen bleek eigenlijk al dat die vrouw die zei van, dit was toen een paar jaar terug en nu dit. En die zei eigenlijk al, dat is dementie. Dus nou ja, als het zo is, dan zal het zo zijn. Ik hoop niet dat ik iets vergeet, geloof ik. Hè? Het is wel zo dat we samen altijd heel erg open zijn over dat jij Alzheimer hebt. Dat is ook om wel het gevoel te krijgen dat je ook wel begrepen wordt. Dat er ook wel eens dingen niet helemaal kunnen gaan zoals het zou moeten gaan. En door de openheid proberen we mensen daar rekening mee te laten houden. Dat is lastiger in een winkel natuurlijk, want daar wordt het niet gezien. Want Paul heeft geen button op van... Nee, maar ik heb wel een kaartje bij in mijn zak van ik ben dement, SP. Ik heb dementie. In de winkel heb ik die gepakt. Heb je die gepakt? Ja, gepakt. Wat fijn. Want ik dacht, ik moest wel iets vragen, ik wist niet meer wat. En ik wist niet meer waar het stond. Ja, ik kan ook zeggen, ik ga nooit de boodschappen doen. Dat is het ook niet. Waaraan zien mensen aan jou dat je dementie hebt? Waaraan merken ze? Een beetje onhandig. Onhandig, ja. En dat je niet de snelheid hebt van mensen die geen dementie hebben. Het zou zo fijn zijn dat, en nu is dat helemaal nog niet in vragen, maar stel dat op een gegeven moment dat je ergens zou zijn en dat je het niet meer zou weten, niet meer waar je bent of wat dan ook, en iemand ziet hem en weet wie het is. En weet dan ook van, oh ja, dat is Paul. Oh, Paul heeft Alzheimer. Ook ga even kijken of het goed met hem gaat. Dat lijkt me zo fijn. We vinden het belangrijk dat mensen met dementie in onze trainingen zelf aan het woord zijn. Nu kunnen we dat met het aantal trainingen dat we per jaar doen, is het moeilijk om mensen met dementie overal mee naartoe te nemen. Dan moet je ook een heel groot netwerk hebben, want wij doen de trainingen landelijk. Maar we dachten, ja, als we zeggen mensen met dementie hebben zo lang mogelijk zelf de regie en we willen dat ze mee blijven doen, dan betekent dat ook dat we ze aan het woord laten. Daarom zitten er ook verschillende filmpjes in de training waarin wij kunnen leren van mensen met dementie. En ik zou nu willen vragen, wat zouden wij kunnen leren van Paul? Welke tip geeft hij ons als het gaat over het omgaan met mensen met dementie? Wie wil daar iets over zeggen? Ik denk dat Paul...
rust nodig heeft. Dan kan je heel snel een vraag stellen. Ja, dat is alleen maar goed gaat, maar als je ook rustig mee zou doen, heel wat nog even. Ja. Je zegt, het is handig of het is goed voor Paul als er wat rust is. He, dat biedt hem meer ruimte om te doen wat hij moet doen. Is er nog iets anders wat jullie is opgevallen? Welke tip we meekrijgen? Laat me zo lang mogelijk mijn leven leiden. Ja, hij zegt op een gegeven moment letterlijk in het filmpje, ik kan ook wel geen boodschappen meer doen, maar dat is het ook niet. Ja, hij wil echt zo lang mogelijk meedoen. En in onze trainingen richten we ons met name op mensen met dementie. En we dachten, bij het maken van een nieuwe film, moeten we toch ook de mantelzorger in beeld hebben. Want dementie heb je toch over het algemeen samen. Je hebt het niet alleen. Dus wij leggen de focus in onze trainingen op mensen met dementie en hoe ga je goed met hen om. Maar we willen er niet aan voorbij dat leven met dementie, dat ook geldt voor de mantelzorger. En daarom hebben we dit filmpje erin gedaan. Waarbij we ook zien hoe het ook is voor Marijke en wat voor haar fijn zou zijn. Zij zou het ook fijn vinden als mensen Paul herkennen op straat, weten dat hij dementie heeft en hem misschien naar huis brengen als hij de weg bijvoorbeeld niet weet. Nou ja, dat soort dingen bespreken wij aan de hand van allerlei filmpjes in onze trainingen. Het is belangrijk ook om mensen met dementie het woord te geven. Dat is een beetje het pleidooi wat ik ook hou. Gaan we naar de volgende dia. En dat zijn de hartekreten, want Alzheimer Nederland heeft ook een adviesgroep. En in die adviesgroep, daar zitten mensen met dementie, met verschillende vormen van dementie. En zij denken ook met ons mee over allerlei zaken. Dat kan zijn over de trainingen, maar dat kan ook zijn over iets heel anders. En Alzheimer Nederland heeft een tijdje geleden al deze kaart met hartekreten gemaakt. Je zou kunnen zeggen, al die filmpjes die wij ook laten zien in de training, al die ervaringen die we ook delen, die zijn een beetje samengevat in deze hartekreten. Blijf met mij in gesprek, is er eentje. Geef mij duidelijke informatie. Denk met me mee. Laat mij meedoen en genieten. En ook kijk naar wat ik nog wel kan. En dan zie je ook dat er nog best wel veel mogelijk is. Wij richten ons ook met name, is ook goed om te zeggen, op mensen in de thuissituatie. Mensen met een beginnende dementie, die in de thuissituatie zijn. Want natuurlijk weten we dat er een moment komt waarop dingen niet meer gaan. Maar ook dan is het belangrijk om goed het gesprek aan te gaan en mensen ook in hun waarde te laten en mee te laten denken. Gaan we naar de volgende dia. Daar is die dan, de goedmethode. Geruststellen. We zijn soms heel snel, ik weet niet of u dat ook heeft, ik heb het in ieder geval wel. Ik zie iemand, denk, oh, die wilde ik wat vragen en ik stel gelijk mijn vraag. Nou, rust, hè? Dat gaf Paul aan. Dus misschien is het beter als je eerst eens je voorstelt, goedemiddag zegt. Kijkt of iemand je heeft gehoord, heeft begrepen. He, dat is dat oogcontact maken. En als er geen mogelijkheid is om oogcontact te maken, omdat je hem dan de telefoon hebt, ja, dan wordt het, zoals sommige van onze trainers noemen, oorcontact. Goed luisteren en checken of je hebt begrepen wat, of die ander heeft begrepen wat je bedoelt. En dan het even meedenken. Niet zoals in het eerdere voorbeeld een boodschappenlijstje overnemen. Maar samen zoeken naar een oplossing waardoor de persoon met dementie weer verder kan. En tot slot het dankjewel. En dat dankjewel, dat betekent niet dat je iemand heel uitgebreid gaat staan bedanken. Al is het altijd leuk om iemand te bedanken voor een goed gesprek of een goed contact wat je met elkaar hebt gehad. Maar wel dat je het op een goede, plezierige manier afrondt. Zodat mensen ook met een goed gevoel en jijzelf ook weer uit elkaar gaan. En dat dankjewel is ook een beetje een knipoog naar de mensen die de training doen. Zo van dankjewel dat je je wilt inzetten voor een dementievriendelijke samenleving. Nou, deze methode die komt een beetje uit die hartekreten die jullie net hebben gezien. En toen ik deze voorlegde aan een van de mensen met dementie, toen zei hij tegen mij, oh, dus we leren mensen weer fatsoenlijk omgaan met elkaar. Ik denk dat ik dat wel de mooiste samenvatting vind. Maar door dit zo toe te passen, creëer je rust, creëer duidelijkheid en zul je zien dat heel veel dingen die misschien anders heel ingewikkeld worden voor mensen, dat die opgelost kunnen worden. Gaan we naar de volgende dia. Ik gaf al even aan, een belangrijk onderdeel, als we de goedmethode hebben behandeld in de training, gaan we naar het uitspelen van situaties. Wij werken tijdens onze trainingen volgens een vast stramien. Ze hebben allemaal hetzelfde opbouw. En dat heeft een reden. Soms trainen we grote partijen. Denk aan een supermarktketen. Denk aan een keten van taxichauffeurs, nou ja, allerlei partijen kun je bedenken.
En dan is het belangrijk dat, zeker voor die partijen, dat de training die mensen in Groningen krijgen er hetzelfde uitziet als het personeel in Limburg. Dus daar is dat stramien heel belangrijk voor. Je kunt dan ook iets zeggen over de kwaliteit van de training, de inhoud van de training. Maar natuurlijk is er ook een stukje maatwerk. En dat stukje maatwerk zit in onze trainingen vooral in het uitspelen van die praktijksituaties. We vragen van tevoren altijd uit, welke dingen kom jij tegen in de praktijk van je werk of van je hobby of waar je ook, in welke situatie je ook maar zit. En waar zou je dan een oplossing voor willen hebben? Nou, dat wordt dan aangereikt via onze servicecollega's. En die geven dat door aan de trainers en de trainers die gaan dat dan voorbereiden. Soms krijg je een situatie waarvan je denkt, ja, daar kan je alle kanten mee op. En dan is het als trainer belangrijk dat je even doorvraagt of je de situatie wel goed begrepen hebt. Nou, dat zijn dingen die ze allemaal doen. En dan gaan ze die situaties uitspelen, zoals hier bijvoorbeeld iemand die zijn pincode vergeet. Nu was dit wel een hele mooie setting hoor, want dit was in ons bedrijfsrestaurant in Amersfoort. Daar hadden we ook de mogelijkheid om een pinkastje te gebruiken. Maar soms moet je natuurlijk doen alsof. Dus we kijken wel altijd welke mogelijkheden er zijn. Maar dit is een belangrijk onderdeel van de training, misschien wel het grootste deel van de training. Het uitspelen van die situaties. Nou, trainers die doen dat, daarom zijn ze ook met z'n tweeën. Trainers die kunnen dat samen doen. Maar ze gaan ook steeds meer mensen betrekken. Dus één voorbeeld samen. Ze gaan het een keer goed spelen of een keer fout spelen. En dan laten we de deelnemers meehelpen om volgens de goedmethode de situatie op te lossen. Ja. Volgende dia. Nou, dan het laatste stukje van de training. Dat is dat je gaat nadenken over, ja, je hebt nu van alles geleerd. En hoe ga je er nu mee aan de slag? Want het is hartstikke mooi dat je weet hoe je de signalen kunt herkennen. En het is nog mooier dat je de goedmethode kunt toepassen. Maar nu moet het ook in de praktijk worden gebracht. Dus we willen ook met de mensen in gesprek over wat ga je nu doen? Wat ga je nu misschien anders doen dan morgen? Nou, voor mensen die bijvoorbeeld een buurman of buurvrouw zijn of iemand in de omgeving, hebben we ook een kaart gemaakt. Deze bijvoorbeeld. Die hoort ook bij een campagne. U ziet daarboven staan, zien is één, doen is twee. Dat is een van onze campagneslogans. En deze kaart kun je bijvoorbeeld downloaden van ons platform. En als je iemand kent met dementie en je wilt even helpen bij iets, dan kan je dus dat aangeven door middel van die kaart. We merken dat mensen het soms best moeilijk vinden om andere mensen aan te spreken. Is dat wel netjes? Kom ik dan niet te veel in iemands privé? Maar we proberen om ook laagdrempelige manieren aan te bieden om hulp aan te bieden. En dit is daar eentje van. Dus deze kun je gewoon inzetten. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je met elkaar, stel dat je in de supermarkt werkt, dat je met elkaar bedenkt van hey, hoe doen we dat in onze supermarkt? Er zijn ook banken, hebben we ook wel getraind. En er zijn bijvoorbeeld banken geweest die hebben gezegd, hey, als we dit zo horen, dan zou het handig zijn als we één personeelslid hebben, dat even tijd kan vrijmaken voor iemand als we iemand met dementie krijgen. Dat hij niet in de rij blijft staan en dat het allemaal ongemakkelijk wordt. Maar dat we even een aparte ruimte hebben waar we dan heel rustig met iemand kunnen praten. Dus dat soort oplossingen komen er. En het andere wat ik dan wil aangeven is, wanneer ben je nu dementievriendelijk? Ik weet niet of jullie daar ook mee worstelen, maar dat is denk ik een veelgestelde vraag, in ieder geval aan ons. En daarop zeg ik, dementievriendelijk is een beweging. Dat is iets wat continu doorgaat. Natuurlijk ben je op een gegeven moment onderweg, ben je dementievriendelijk of wil je dementievriendelijk zijn. Maar als je een winkel getraind hebt, dan heb je misschien na een jaar wel weer nieuw personeel. En zou je eens moeten kijken van, hey, zou er dan niet een keer een nieuwe training moeten komen? Of ontdek je dingen die klanten helpen. Zo zijn de mensen, zijn de supermarkten of winkels die een aparte kassa hebben ingericht. Waar de rij wat rustiger is, waar wat meer aandacht en wat meer tijd voor je is. Dus het is niet zo dat je zegt van nou, ik vink een lijstje af en dan ben ik klaar. Het is heel belangrijk dat je je bewust blijft van het feit dat je dementievriendelijk bezig kunt zijn. Of je kunt inzetten voor mensen met dementie. Omdat de situatie gewoon steeds verandert. Mag ik de laatste dia, of de volgende dia? Volgens mij is eigenlijk een vraag. Ja? Zeker, mag die terug? Ja. Nou. Ik vind het er heel mooi uitzien, maar het doet mij heel eerder denken aan wat kan ik voor buren doen tijdens de lockdown,
dan specifiek dat het met dementie te maken heeft. Ook dat van teruggeven via de brievenbus. Ja. Jij was dan net niet de manier van contact maken. Jij bent toch wel cool, je hoeft het niet te krijgen, maar het is nou de manier aan boord is. Ja. Ik herken me niet in hoe je nu iets zelf iemand van het doen, dat je dat niet daar zou zijn. En ook zo vast voorgeschreven staan wat er al in opstaat. Je moet natuurlijk wel gaan bieden wat je ook kunt doen, hè? Ja hoor, ik zal erop reageren, want u heeft gelijk. Zeg maar, deze kaart hebben we ook in de tijd van de lockdown gemaakt. He, want toen zaten ook heel veel mensen thuis en was contact heel moeilijk. Er zijn wel openingetjes, he, dus je kunt ook wel zelf wat op de kaart zetten. Het enige wat we daarmee willen aangeven is, bedenk wat je zou kunnen doen. Van ons mag je natuurlijk ook een eigen kaart maken. He, dat maakt helemaal niet uit. Maar het gaat erom dat mensen op een idee komen van wat zou ik dan kunnen betekenen. Want onze bedoeling is dat we de drempel weghalen. Mensen vinden het soms moeilijk om mensen met dementie te benaderen. En we willen mensen die drempel overhelpen. Dat doen we bijvoorbeeld door meer informatie te geven over dementie. Maar dat doen we ook door tips te geven over hoe zou je dat kunnen doen. Maar dit is een mogelijkheid. Er zijn er natuurlijk nog veel meer. Zeker weten. Ik zag nog ergens een hand achterin. Ja. Ik ben dementieconsulent hier in de Goren en trainer bij Samen met Mensen. Dus ik heb de training al verschillende keren gegeven. Er zijn diverse bedrijven hier in Goren die dus daaraan mee hebben gedaan. In het verleden was het dus zo dat ik na de training zei van je moet nog op internet gaan en dan kun je daar aangeven wat jij zou gaan veranderen. Er was even toenertijd nog wel een dingetje wat je zou moeten doen om aan de sticker van het vergeet niet te kunnen komen. Wat hier bijvoorbeeld in Goorlen gebeurt, dus is bij zo'n lunchroom, is een uurtje gekomen op een dinsdagmiddag waar helemaal niet druk was. Een speciaal ingericht uurtje voor mensen met geheugenproblemen die daar aan kunnen komen. Dat is daardoor door deze training ontstaan. Maar wat er dus ook door die training ontstaan is, is die uitreiking van het vergeet me niet. Ja, ik deed het dan altijd een beetje groter maken. Belde ik de voorzitter van Alzheimer Nederland Midden-Brabant op en ik ben dan met Ria een paar keer een sticker uit gaan reiken. Maak ik een foto van, schreef een stukje bij in het lokale blad. En dat maakte wel die beweging binnen het Goorlense dat een bedrijf ook wel een sticker wil, want je kwam niet zomaar aan een sticker, je moest daar wel wat voor doen. En dan zie je dus in zo'n sticker het nodige beweging maakt van ik wil natuurlijk als winkelier ook wel die sticker hebben. Nou, door die sticker kwamen ze dus ook weer meer en meer in de aandacht. Maar er kwamen dus ook wel bepaalde initiatieven ontstonden daardoor. Niet in dit rijtje thuis, maar goed, wel door winkels kwamen wel dergelijke dingen tot stand. Dus ja, dat bracht wel iets, vond ik. Dus ik vind het wel een beetje jammer in die sticker dat het een beetje af is gegaan. Want voor mij was er altijd wel een hebben dingetje voor de winkeliers. Want daar stonden ze wel op te kijken, Ria. Ja. Hè? Ja. Nou, de sticker is niet helemaal afgegaan hoor. Maar het is een mooie aanvulling, denk ik. Want kijk, dit moet je zien als een voorbeeld om mensen in beweging te brengen. En die sticker is er natuurlijk ook één met dat vergeet me nietje. Wat we zien is dat mensen hem inderdaad graag ontvangen. Maar we gaven hem bijvoorbeeld ook aan gemeenten. En gemeenten die zeiden van ja, het is in die overhandiging zo lastig met dat opplakken. Wij hebben liever een soort certificaat of iets dergelijks dan. Dus dat gaan we wel doen. Het mooie van zo'n sticker is, misschien is het goed om daar ook wel iets over te zeggen, is wanneer krijg je die? Daar hebben we inderdaad een soort van richtlijn voor bedacht. Aan welke voorwaarden moet je voldoen voordat je in aanmerking komt? En dat is ook iets wat wij bespreken met de regionale afdelingen, want die weten veel beter wat ter plekke gebeurt dan wij natuurlijk vanuit Amersfoort. He, dus we kijken ook van als we een aanvraag krijgen voor zo'n sticker. Nou, we vragen dan bijvoorbeeld van, doe in ieder geval een training op het gebied van dementievriendelijk. He, bij ons, kan ook bij een andere partij zijn. En zorg ervoor dat je ook een aantal dingen doet. Niet alleen de kennis hebt opgenomen, maar ook echt een aantal dingen in praktijk brengt. En we hebben een aantal voorbeelden van op onze site gezet waar je dan aan zou kunnen voldoen. En zo'n sticker genereert inderdaad ook publiciteit. En vaak wordt ons gevraagd van, wie bewaakt nu of die sticker nog geldig is? Of iemand nog dementievriendelijk is.
En daarvan zeggen we eigenlijk van nou, degene die hem opplakt, op zijn bedrijf plakt, dat is degene die zegt ik wil dementievriendelijk zijn. En dus die hoort dan ook zelf ervoor te zorgen dat het bedrijf dementievriendelijk blijft. En dat betekent niet dat je dan niet als bijvoorbeeld regionale afdeling of andere partij niet eens af en toe langs kunt gaan om te zeggen van joh, kunnen we nog iets voor jullie betekenen? Zijn er nog nieuwe collega's die we misschien kunnen trainen? Allemaal van dat soort dingen. Er zijn inderdaad ook regionale afdelingen, dat is heel mooi, die sturen er dan een mystery guest op af om te kijken hoe het in de praktijk wordt gebracht. Dat is heel, heel mooi om te doen. En onze ervaring is, tenminste bij de afdelingen die dat hebben gedaan, dat er ook goed op wordt gereageerd. Want mensen die zo'n sticker krijgen of het, zich echt willen inzetten, die willen dat ook echt wel laten zien dat ze zich daarvoor in willen zetten. Ja, en wij schrijven wel eens keer weer het lokale blad. En als je dan vraagt hoort wat er misschien op bedrijfjes gebeurt die die sticker heeft. Ik gebruik daar meestal een beetje als de inleiding om de mensen uit te nodigen voor de volgende training. Dus dan komt het toch elke keer. Want zo'n bedrijf wil natuurlijk wel, hoe vindt het? Waar dat misschien klinkt, je bent er een avond mee kwijt met zo'n training. Dus ze willen daar min of meer wel iets voor terug. Hè. Zo'n winkel heeft verder niks aan wilde reclame om te leren. Zo'n klein stukje. Ja. Dus als je ze dan wel meer kan laten zien binnen, wel leuk. En je ziet, dus wij merken wel hier dat aanmeldingen zelf voorkomen. Dus dat gaat, het is klinkt ook goed. Een hele leuke training. Ja. Ja, dat vind ik ook. Maar de tip die jij geeft is, geef ook podium aan mensen die de training hebben gedaan, die eventueel de sticker hebben gehad, met partijen die de sticker hebben gehad, zodat zij er ook wat aan hebben. En vergis je niet, hè, want er zijn best partijen die er wat aan hebben. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de supermarktketen, mensen willen gewoon klantvriendelijk zijn, ook voor hun klanten met dementie. Dat zit bijna in hun DNA, dat klantvriendelijk willen zijn. He, en dat willen ze ook voor klanten die door dementie misschien op een andere manier geholpen kunnen worden. Ja, daar kom ik op. Daar kom ik op. Ik ga het bruggetje maken. Dankjewel. Ja. Ze noemde al even, je hebt natuurlijk ook verenigingen. Dat klopt. Je hebt sportverenigingen, je hebt koren, je hebt buurtcentra. Je hebt hobbyclubs, je kan zo gek niet bedenken of het is er wel. En ook daar willen mensen met dementie natuurlijk heel graag mee blijven doen. Nu hadden wij een heel mooi programma daarvoor gemaakt, dat heet In Je Buurt. En dat hebben we eerst uitgeprobeerd in Alzheimercafés. Vanuit de gedachte, nodig mensen uit je buurt van de sportvereniging uit, neem ze mee naar je Alzheimercafé en dan doen we daar het programma In Je Buurt. Dat bleek voor veel partijen toch wel een stap te ver. Een beetje een spannende stap. Dus dat betekende dat op het moment dat onze trainers dan in het Alzheimercafé kwamen, dat daar toch overwegend de doelgroep zat die normaal in het Alzheimercafé zit, wat natuurlijk helemaal niet zo gek is. He, mensen met dementie, mantelzorgers, mensen uit de zorg. En daar matchte het programma wat minder goed op. Dus we dachten, dat hebben we niet zo handig aangepakt. Dus we gaan dit programma vernieuwen, daar zijn we nu mee bezig. Maar er zijn wel wat elementen die heel erg goed bevonden werden. Dat is bijvoorbeeld dit ganzenbordspel. Nu is het zo dat we het in het programma in het Alzheimercafé hadden we ook een onderdeel van hoe stel je nu als persoon met dementie, als mantelzorger, een hulpvraag? En aan wie stel je dan die hulpvraag? Dus we hebben nu een knip maken we in het programma, waarbij de thema-eigenaar van het Alzheimercafé, landelijk, dat is een van onze collega's, die gaat meer een programma maken op die vragen, zeg maar, van hoe ga je daarmee aan de slag? En vanuit Samen Dementievriendelijk zullen we ons meer richten op koren, buurtcentra, verenigingen enzovoort. En daar is het ganzenbordspel, zal daar ook een onderdeel van blijven, want dat werd gewoon heel erg goed ontvangen. Zullen we naar de volgende dia? Kijk even naar dit filmpje. Mag die even terug nog? Ik dacht, misschien moet ik hem toch wat meer introduceren, want dit is een ontzettend nieuw filmpje. Zelfs Sandra heeft hem nog niet gezien. En die is vorige week hebben we dit filmpje, of twee weken geleden hebben we dit filmpje afgerond. Wat wij heel graag ook tijdens dit programma willen laten zien, is dat mensen met dementie mee willen doen.
En wat we heel vaak doen is als we mensen portretteren, dan zitten ze bijvoorbeeld op een stoel of op een bank. Dat zag je ook een beetje bij Paul en Marijke. Maar juist in die sportvereniging of de sportschool, wat we nu gaan zien, willen we ook zien dat mensen echt in beweging zijn, meedoen. En we waren heel erg blij dat een van onze trainers, haar man heeft een vorm van dementie, dat zien we zo in het filmpje, dat zij mee wilde doen aan dit filmpje. En nou ja, ze vertellen hoe belangrijk het is voor hen, allebei, om naar de sportschool te kunnen en wat er voor nodig is om dit te blijven doen. En ik zou bij het bekijken aan jullie willen vragen, nou kijk eens welke tips we krijgen met elkaar om dus te kunnen blijven sporten, in dit geval, voor de persoon met dementie en ook voor de mantelzorger. En vooral, dit is een primeur. Ik dacht, nou, als ik iemand de primeur gun, dan is het wel de afdeling Midden-Brabant bij dit prachtige jubileum. En dus jullie zijn in die zin ook de eerste die het filmpje, buiten natuurlijk Christa en Henk, de eerste die dit filmpje zien. Dus kijk ernaar en kijk vooral welke tips je van hen krijgt. Ik ben Henk, Henk Dubois. Ik heb Alzheimer. En ik baal er verschrikkelijk van. Omdat er allerlei functies die ik vroeger leuk vond om te doen, ik heb dat op dit moment niet meer. Maar van de andere kant wil ik dat ook niet. Ik probeer eigenlijk zo goed mogelijk te leven. Jouw lichaam is gewoon heel fit en krachtig en kan heel veel hebben. Ja, daarom ben ik gewoon heel blij dat we wel elke week gaan sporten. Ik ga gezellig bij een sportschool kijken, één keer in de week. Wat doe ik? Fitnessen. Ja, fitnessen doe ik. Op een gegeven moment merkte ik wel dat Henk meer dezelfde dingen ging doen. En dan vroeg ik wel aan Henk van, vind je het nog leuk? Of ja, hij was wel een beetje vaag. Ja, ik zou het zelf wel, maar ja, echt een groot gemis. Als ik niet meer zou kunnen fitnessen. De basisbegeleiding vanuit ons centrum is dat we heel individueel met iedereen contact hebben en bezig zijn. Ja, ik vind het knap af en toe hoor. Het hoeft niet allemaal op een gegeven moment mensen te gaan. Wel dat je op een gegeven moment zegt, gewoon kom eens even zelf. En dan staat er op een juffrouw of een meneer klaar. En die zegt van, oh Henk, dat is waar ook, jij moet daar in rekening mee houden. En dan ga je het doen en dan kun je het wel en dan is het inderdaad, denk bij mezelf van nou, ik ga morgen weer. Het is belangrijk dat mensen in de buurt, in de omgeving van iemand met dementie het herkennen en ermee om kunnen gaan. En ik denk dat dat de drempel enorm kan verlagen en ja, wat Henk net ook al zei, dat je welkom voelt, welkom blijft voelen, dat is het allerbelangrijkste. En dan is er veiligheid om het over te hebben. Persoonlijk vind ik het belangrijk dat iedereen mogelijkheid moet krijgen om met bewegen, of dat nou sportief bewegen is of niet, als diegene dat wil, het onderste uit de kan moet kunnen halen. En het maakt niet uit wat iemand dan heeft. Laat ik zo zeggen, als het goed wordt aangepakt en hellinkjes zijn er, dan heb je ook eigenlijk weer wat vrijheid voor jezelf. Maar je hebt wel steeds toch even iemand nodig, iets nodig, dat jou de zetje geeft, dat je het echt gaat doen, echt kunt doen. En wij passen het daaraan waar blijkt dat er aanpassing nodig is. Kom, we gaan bewegen. Wat kun je wel en wat kun je niet? Wij willen blijven sporten en bespreken het met elkaar en bespreken het op de sportschool. Kijk wat er kan. Ik ga niet meer omdat ik Henk moet begeleiden, maar ik ga gewoon voor mezelf. Beweeg voor iedereen gezond. En dat het wel leuk is als je het zo hard kunt doen dat de jongen die binnenkomt, die zegt van, goh Henk, je bent wel hard bezig. Nou, dat is leuker hoor. Ja. Ja, ik vind het zelf een heel ontroerend filmpje. Ik weet niet hoe u het ervaart, maar misschien even kijken naar welke tips heeft u eruit gehaald. Geef iemand een complimentje. Complimentjes geven. Geeft een goed gevoel, hè, zegt Henk. Ja, is leuk als iemand zegt van wat ben je lekker bezig. Ja, nog andere dingen. 1-op-1 begeleiden. 1-op-1 begeleiden. Ja, wat ik daarvan mooi vind, ik weet niet of u dat is opgevallen, is dat die sportschoolhouder zegt, dat doen wij met al onze sporters hier. Iedereen krijgt 1-op-1 begeleiding, want iedereen heeft wel iets waar die wat extra's bij nodig heeft.
En dat maakt dat Henk in die zin dan niet meer zo bijzonder is. Want hij is gewoon iemand net als ieder ander, die ook begeleiding nodig heeft. Begeleiding op maat. En zij geven iedereen begeleiding op maat. Dat vind ik een heel sterk punt uit dit filmpje. En kom ik daarmee ook een beetje terug op wat ik in het begin zei. En soms zijn er kleine dingen die maken dat heel veel mogelijk is. En hier is ook iets wat natuurlijk Christa zegt. Hè, van ik kan nu ook gaan sporten als mantelzorger. Ik hoef niet meer mee omdat ik Henk begeleid. Maar ik kan ook even voor mezelf wat doen. Terwijl ik ondertussen weet dat Henk ook lekker aan het sporten is. En zo is het voor hen samen heel goed te doen. Nou, er wordt binnenkort nog een filmpje gemaakt. Dat gaat over iemand met dementie. Zij is ook te zien in de huidige serie van Restaurant Misverstand. Maar zij is actief in de toneelvereniging. Sterker nog, zij is voorzitter van de toneelvereniging. We zijn ook heel blij dat zij ook mee wil doen. En, want met dementie kun je dus ook voorzitter van een toneelvereniging zijn. Dat is mooi om te laten zien en ook mooi om te zien hoe zij dat doet. Dus ik ben ook heel benieuwd naar dat filmpje. We hebben we zijn bezig om het te maken. En dat wordt ook onderdeel van dit programma. We gaan het waarschijnlijk anders noemen dan In je buurt, want we merken dat die titel ook wat minder goed aansluit bij verenigingen en koren enzovoort. Maar ik heb wel een paar opdrachten meegekregen. Opdracht was, noem het geen training. Maak het een laagdrempelig programma. Zorg ook dat het niet te lang is. Dus het programma dat we gaan maken zal ongeveer 5 kwartier in beslag nemen. En wat we in ieder geval willen is dat mensen iets op een speelse wijze, maar iets leren over hoe je dementie herkent en ook de goedmethode. En daarvoor zitten heel veel dingen ook in dat ganzenbordspel, daarom blijft dat erin. En het programma zou er een beetje globaal als volgt uitzien. We doen een bepaalde oefening in het begin om ervoor te zorgen dat mensen zich een beetje gaan inleven in mensen met dementie. Daarna laten we de filmpjes zien, daar gaan we ook over in gesprek. Trainers zullen ook een situatie uitspelen die op maat is van de eigen vereniging, of de eigen hobbyclub, of het eigen buurtcentrum. En dan gaan we met elkaar dat spel spelen, dat is in groepjes van 4. En daar zullen de trainers dan ook de mensen wat bij begeleiden. We zijn dit programma nu aan het ontwikkelen, we zijn wat pilots aan het draaien ermee en we verwachten dat het vanaf 1 januari aan te vragen is. Dus wordt een aanvulling op het aanbod wat we al hebben, omdat we merken dat sommige partijen vinden trainingen heel erg mooi, maar bij sportverenigingen, daar geldt ook een beetje wat Christa zegt, van als je gaat sporten of je zit op een hobbyclub of je zit op een koor, dan ben je daar niet per se om iemand met dementie te begeleiden. En je bent daar ook voor je eigen ontspanning. En daarom willen we dus een laagdrempelig programma kunnen aanbieden, waarbij we wel iets meegeven en waarbij we mensen wel aangeven van er zitten misschien ook wel mensen bij jou op de vereniging, bij jou op het koor, met dementie, die ook heel graag mee zouden kunnen doen en met misschien een paar aanpassingen of misschien wel een maatje, zouden ze dat vol kunnen houden. Nou, dan denk ik, want ik ben al een heel eind onderweg ook, ik ben al heel veel aan het praten, dus misschien moeten we ook een beetje in beweging komen. Zou dat een goed idee zijn? Want jullie zitten allemaal een beetje in het donker voor mij. Maar ik wil jullie een aantal stellingen voorleggen van dat ganzenbordspel. En mijn voorstel is dat je... Doe de volgende dia maar even als je wil. Ja. Dus dat je gaat staan of gaat zitten bij het antwoord. Dus als je nou de goedmethode toepast, wat zou dan het juiste antwoord zijn op deze stelling? En dit zijn de stellingen uit het ganzenbordspel. Dus je bent op een verjaardag en vraagt aan iemand met dementie, wil je een stukje taart? Je krijgt geen antwoord. Je maakt oogcontact en vraagt het nog eens luider. Nog steeds krijg je geen antwoord. Wat doe je? Ga staan als je denkt, we willen nu geen taart, gewoon het stukje taart neerzetten dus. Of blijf zitten als je wacht totdat iemand antwoord geeft. Wat zou volgens de goedmethode een goede oplossing zijn? Staan of zitten? Iedereen blijft zitten. Er is niemand die een stuk taart neerzet van zo, het komt wel op. Nee. Volgens de goedmethode wacht je gewoon inderdaad even tot iemand antwoord geeft. Dat is die rust, hè, waar Paul het ook over had. Dit is er makkelijk hoor. We gaan naar de volgende. Jouw dierbare met dementie zegt, je bent al heel lang niet geweest.
Je bent verbaasd, je was er gisteren nog. Wat is nu het beste om te zeggen? Ga staan als je het verbetert. Hoe kom je daar nou bij? Ik was er gisteren nog. Ga zitten als je meepraat. Het voelt inderdaad als heel lang geleden. Is er iemand die het verbetert? Iedereen heeft heel goed opgelet. Het is heel dementievriendelijk hier. Ja, want je praat natuurlijk mee. Nou zie je dat in de woordkeus. Soms zeggen mensen van ja, meepraten. Is dat dan niet iemand een beetje voor de gek houden? Nou nee, want je zit in iemands werkelijkheid. En hier zeg je eigenlijk niks mis. Hier zeg je, het voelt inderdaad als lang geleden. Dus je zegt niet van, nou ja, het is niet waar wat je zegt. Maar iemand kan het wel ervaren als heel lang geleden. En dan gaan we richting de sportschool. Dat is de laatste stelling die we vandaag doen. Het gaat te ver om de spelregels van de club aan te passen, zodat leden met dementie langer mee kunnen doen. Ga staan als je zegt dat klopt niet. Blijf zitten als je zegt dat klopt, dat het te ver voert. Oeh, hier is meer verdeeldheid in de zaal. Ja, ja. Ja, deze is natuurlijk ingewikkelder, want die kom je in de praktijk tegen. Vanuit dementievriendelijk zouden wij zeggen, klopt niet. Hè? Misschien zijn er wel wat spelregels aan te passen. Maar, zegt er gelijk bij, het hangt wel een beetje van de situatie af. En je moet wel steeds bekijken hoe belangrijk is het dat die spelregels worden gehanteerd. Ga maar lekker zitten hoor. Ja. Zelf speel ik graag met iemand domino. En de spelregels kent hij niet meer. Nou ja, hoe belangrijk zijn die spelregels van de domino als je gezellig samen een spelletje doet? Dus wij hebben bedacht, nou eigenlijk zijn die spelregels voor ons helemaal niet zo belangrijk. Dus we leggen het domino-spel gewoon met de ogen naar boven neer. En we hebben hele nieuwe spelregels. We vinden het leuk om zo gek mogelijke figuren te maken. In dat geval zijn die spelregels niet zo belangrijk en kun je ze aanpassen. Maar ja, als je nou een belangrijke wedstrijd speelt, dan wordt het misschien een beetje ingewikkelder. Hè? Maar kun je misschien wel zeggen, kun je misschien wel afspraken maken over dat iemand wellicht een andere rol krijgt waar die beter in past. Dus deze stelling is nog het meest ingewikkeld, denk ik, van de drie die we nu hebben gehad. Maar dit soort gesprekken voeren we dus tijdens zo'n avond of middag of wat het dan ook maar is. Om bewust te worden van wat kun je doen om mensen met dementie langer mee te blijven doen. Nou, de goedmethode hebben we hier ook een beetje mee besproken. Kunnen jullie ook een situatie bedenken waarin je de goedmethode niet toepast? In gevaarlijke situaties, ja. Zoals in het allereerste filmpje, die meneer op de weg. Hè, ja, daar kan je een heel gesprek mee gaan voeren. Je kan ook denken, nou, ik haal hem eerst maar van die weg af. Hè, of bij een sportvereniging hebben we ook wel eens gezien dat iemand met heel giftige middelen iets stond schoon te maken. Ja, dan haal je dat toch eerst even weg. Hè, voordat je dan ja, weer verder gaat natuurlijk met de goedmethode. En zorgt voor rust en zorgt dat je even meedenkt met iemand naar een oplossing. Nou, ik denk dat ik hiermee heel veel verteld heb over onze trainingen en ook over wat Samen dementievriendelijk doet. Ik weet niet of er vanuit u nog vragen zijn, want dan wil ik ze graag beantwoorden. Ik zie daar achterin iemand. Ik ben voor corona opgegeven om de cursus voor training te volgen. En ik heb daar verder nooit meer iets van gehoord. En nou begrijp ik van jou wel dat jullie tekort aan trainers hebben nog steeds. Komt daar vanzelf reactie nog op? Of hebben jullie daar een lijst van bij te houden? Nou, dat is heel vervelend. U heeft zich aangemeld als trainer voor corona, maar van ons niks meer gehoord. We zijn het weer aan het opstarten, dus ik stel voor dat wij zo meteen even contact hebben, want ik ga in oktober de nieuwe Train de Trainer organiseren. Daar heb ik zelfs al data voor bedacht deze week. Dus laten we dan kijken of u kunt en mee kunt doen. Het zou leuk zijn. Mijn presentatie is opgenomen, dus in die zin kun je het ook zien. Maar ook de regionale afdeling heeft deze. Dus als je hem ergens voor wilt gebruiken, overleg even met hen. En dan, als zij hem niet kunnen doorsturen, dan krijgen wij vast wel een seintje. Nou, dan sluit ik af. Vooral door te zeggen, dank jullie wel voor jullie aandacht en meedoen. Dank jullie ook wel dat jullie je inzetten voor mensen met dementie, ook in de DVG's. En zoals dat al werd gezegd, nou ja, wij zijn één van de partijen die die trainingen aanbieden. Wij zoeken ook heel graag de samenwerking daar waar dat kan. Dus als je daar een mogelijkheid toe ziet, neem vooral contact op. Of met de regionale afdeling, of met Sandra, of met Samen Dementievriendelijk. En laten we ons blijven inzetten voor mensen met dementie. Zodat zij, maar ook hun mantelzorgers, zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen.